Ook moet ik na vijf, na de zomer, heb ik weer een tas te goed te koop besteld. Oftewel een verrassingspakket zoals het tegenwoordig heet. En wat daarin zit, ja, dat weet ik dus niet, hè. Nee, dat zien we wel weer bij thuiskomst. Dan haal ik jullie er weer gezellig erbij. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis bij de VOMA vandaan. Maar ik heb niet een tas te goed te go, want ze hebben het geannuleerd. Ja. En dan gaat de klok en ik vind het een beetje donker hier, terwijl ik alle lichten aan heb. Ja. Al het licht. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, een nieuwe dag, maar wel een beetje later dan ik de laatste dagen ben geweest. Maar dat doet er allemaal niet toe. Het is vandaag alweer vrijdag, dus welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. En dat op vrijdag, zoals ik al zei. Het is de 15e van de 12e 2023, nog een paar weken te gaan en dan zitten we weer in 24. Maar het is, we zien, oh, springt net over, naar 15 uur 25. Ik ga mijn meisjes uitlaten en wat er nog in het verschiet zit voor vandaag, dat is dat ik een vlog in elkaar moet zetten en ik hoop er twee te kunnen doen. Ondanks dat ik niet helemaal in orde ben, want mijn maag die speelt weer op vandaag. Daar word je niet blij mee. Ook moet ik na vijf, na de zomer, heb ik weer een tas te goed te koop besteld. Oftewel een verrassingspakket zoals het tegenwoordig heet. En wat daarin zit, ja, dat weet ik dus niet, hè. Nee, dat zien we wel weer bij thuiskomst. Dan haal ik jullie er weer gezellig erbij. Mary die had gebeld, maar die hing weer op met de woorden, ik bel je zo weer terug. Ik weet niet, maar mij is zo na 2 à 3 minuten, hooguit 5 minuten, dat is zo, ja, ja. Maar ik weet niet, ik zal er zo meteen even een appje sturen, dat ik met de meisjes uitga. En ja, hoe en wat, ik weet niet hoor, wat er aan de hand is. Nee. En ik zit te wachten op kerstkaarten, ook dat. En ik heb een oorknopje gevonden. Ik had er 2 van, hele mooie, maar die ene, dat is dat stekertje wat door je oorgaatje heen gaat. Het stekertje is van het knopje af. Maar dat knopje bestaat uit 3 of 4 bling-bling steentjes. Dus dat staat nou even in een bekertje met sop. Even lekker schoon te weken met afwasmiddel. Deze 2, die, de kleintje en dat kleintje, gaat er ook in. In een beker met sop. En die gaan er dan in elkaar gaan in een doosje hier. En dan heb ik in een van deze zakjes, die met die zwarte knopjes, die zwarte roosjes. Die gaan er dan in, voor de feestdagen. En dat blingetje wat nou in het kopje staat, dat gaat hier weer. Want daar ga ik nou nog maar eentje van. Ja, dus die kan daar alweer. Ik dacht ook een bling bling. Helemaal top, geweldig.
Maar in ieder geval, we gaan nu even met de meisjes uit. En dan zien we wel weer. Ja. Veel heb ik momenteel niet te doen. Ja, ik heb een klein beetje afwas, maar dat is niet genoeg voor de vaatwasser. Dus dat ga ik nou ook niet doen. Nee, dat doen we niet. Vind ik een beetje zonde van mijn stroom en mijn water, etc. Dus ja, dat dus. En ja, eigenlijk probeer ik straks als ik terugkom even dat bakje waar die batterijen in moeten af te drogen en nieuwe batterijen erin te doen. Hopen dat hij het dan vanavond wel doet. Die op de picknicktafel vastgebonden ligt. Die bedoel ik. Als hij dat nog niet doet of zomaar weer uitgaat, dan weet ik het niet meer. Dan koop ik daar een ander jaar ook elektrisch voor. En dan het snoer tussen het raam door naar de stopcontact. En het is maar een dun snoertje, dat kan er wel tegen dat het raam dicht is. Dus ja, dat valt wel een beetje mee. Ik heb zo'n juk aan mijn oor, dat wil je niet weten. Maar in ieder geval, dan heb ik wel licht wanneer ik dat wil. Ja, zo simpel als een bruine boom. Taxi over de buurvrouw. Oh, ga je... Oh. Die gaat weg, oh, dan hebben we straks weer geblaf van het hondje. Ja, die gaat dan zometeen weer tekeer als het ruitje wegblijft. Ja. Ik ben blij dat mijn hondjes dat niet doen, dan alleen nog wanneer het moet. Als er iemand voorbij loopt, dan is het even aanslaan of dat er iemand op het terrein komt, dan slaan ze aan. Ja. Dus, maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet een beetje mee. Ja, echt waar. Doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis bij de FOMA vandaan. Maar ik heb niet een tas too good to go, want ze hebben het geannuleerd. Ja. En dan gaat de klok en ik vind het een beetje donker hier, terwijl ik alle lichten aan heb. Ja. Al het licht. Ook daar. Maar... Ja. Maar ik ga ook niet meer aandoen. Nee. Want ik vind dat ook weer niet nodig. Dan gaat de sfeer ook weg. Ik heb wel de TL-buisje daar in de keuken aan. Maar ik ben even de winkel verder maar ingegaan. Want ik wil dan toch eventjes... Ik wou even wat halen. Want ik had mijn eigen die tas verheugd. Ik denk, nou, misschien zit er een maaltijdsalade in. Ik denk, ik aan die salade. Ja, maar niet dus. Ik probeer vannacht weer te bestellen. Maar ik snap het niet. Er stond vannacht nog 3 over. Dus ik bestel er 1, dan is er nog 2 over. En dan hadden ze het geannuleerd en het geld teruggestort. Hoe dan, denk ik bij mezelf. Vannacht nog 3, hè? Dus ja, hoe? Ik snap dat niet. Maar in ieder geval, ik ga lekker ongezond doen dit keer. En ja... ik ga lekker een cheeseburger klaarmaken. Maar ik heb nog meer. En daar zitten er 2 in. Eigenlijk behoor je dat in de oven klaar te maken. Maar als ik dat doe, krijg ik het niet weg. Dus ik doe het in de magnetron. Ja, dat heb ik altijd al gedaan. En het smaakt net zo lekker. Enkel het is niet knapperig. Maar de smaak... is hetzelfde dan de magnetron en dan de oven. Maar het is alleen nog niet knapperig, maar zacht. En dat krijg ik wel weg. Knapperig krijg ik niet weg. Dan doe ik me geen hemel te zeer. En dan is het zodanig, dat heb ik ook wel eens gehad, dat het zelf bloed in mijn mond heeft. Nou, dan eet je ook niet lekker meer. Nee, dus dan maar in de magnetron, dan blijft het zacht. Nou, en bij de kast kan je het niet meer krijgen. En ja, onze liefstallige Ellie, die stond ermee in de handen. Nou, ze geeft mij maar zo'n zak. Ja. En dan heb ik weer wat, dan gaat de koelkast in. Ja, meer pijpjes. Dus. En dan was de tas leeg. Maar we proberen vannacht weer te bestellen. Want ik doe dat s'nachts. Nou ja, s'nachts, s'avonds laat, weet je, dus. Nou ja, dat dus. Nou, ik heb al een bak koffie voor mijn neus staan, dus ik ga de boel even opruimen, lieve vrienden. En dan, ja, ik ga eventjes in de mine mutten doen wat ik ga eten. 1 van de 2, ik weet het niet. Nee.
Ik heb in allebei zin en ik weet nou niet, ja, wat zal ik nou doen? Dan kun je wel zeggen, nou neem je van allebei één. Ja, maar die stokken, die stokbrouwen, die zijn veel groter. En die doe je achter je holle kies, bij wijze van spreken. Dus, maar ja, we zullen het beleven. Ik merk het wel. Oh ja, ik heb nog wat. Dat lag in de brievenbus. Even halen. Ja, ik ga het even halen. Voilà, ik weet niet van wie. Ik had de brief open erbij. Ja, ik heb weer een kerstkaart. Oh, ik hoef niet een brief open erbij, want hij is los. Kijk, hij is los. Hup. Ik weet niet hoe. De envelop is groter dan het kaartje. Mijn hemel. Mijn genade. Zie de envelop, zie het kaartje? Jeetje. Nou, gaan kijken. Ah, wat lief. Al van Jan uit Schiedam. Dankjewel, lieve schat. Oh, dat is lief. Ja, dat vind ik zo lief dat ik van jou een kaart krijg. Ja. Ik hoop dat die van mij ook bij jou is aangekomen. Ja, dat hoop ik van harte. Maar hij kwam heel laat binnen. Voordat ik wegging, zag ik hem leggen. Ik denk, nou, ik leg hem op mijn bureau. Dan komt het straks wel, maar ik moet eerst weg. Hij komt bij de rest te hangen, hè. Ja, bij de rest te hangen. En dat is daar. Ja. Daar komt hij te hangen. Maar ik ga eventjes, ja, ik doe hem er bovenaan bij. Ja, vind ik wel zo leuk. Ja, dat gaan we eventjes doen. Dan laat ik het straks weer eventjes zien. Ik ga hem er even bij hangen. Er is daar nog een knijpertje. En een envelop erachter. Voilà. Hier is een knijpertje. Dan gaat hij. Nee, ja, moet dat kunnen? Hoop ik. Nee, dan gaat het er niet worden. Godverdikkie. Nou, dan komt gewoon aan die kaarten bij. Dat wil wel. Bovenin drie kaarten, want Jan die moet ook bovenin. Zo simpel is dat. Ja. Nou, Janneman uit Schiedam. Je hangt bovenin erbij. Tussen mijn zwager en mijn lieftallige surrogaatzusje. Ja. Dus ja, dat dus. Nou, ik ben er weer helemaal blij mee. Hoeveel heb ik er nou? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik mis er nog één. Dan heb ik er 10. Maar ja, wie weet komt er morgen. Maar ze waren heel laat met lopen. Tenminste, met lopen. Ze waren nog laat bezig met de post ronddelen. Want de vrouwtje die ik aan het begin van de middag had tegengekomen op de gracht, die kwam ik laat in de middag pas tegen, tegen de avond. Kun je nagaan. Ja. Dus, maar in ieder geval, ik ga even een broodje klaarmaken, of een stokbrood, ik weet het nog niet, en ik ga dit opruimen. En dan komt alles wel weer goed. Nou, lieve vrienden, en ik ben ook bezig, was ik al bezig voordat ik wegging. Weer voorbeginselen voor de vlog. Dus ja, ook dat. En ik ben hier toch ook wel wijs mee. Ik vind het zo leuk. Ik weet niet eens hoe het allemaal zit. Maar ja, laat me mooi zitten. In ieder geval, ja, ik heb het over dat plantje, die voetjes. Kijk, er zitten twee stokjes. Die krijg ik niet eens niet omhoog. En die krijg ik ook niet eens niet omhoog. Ja, die weer wel. Nou, laat me mooi zitten, zou ik zo zeggen. Ja, toch? Het is kerst in principe. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet een beetje met ons mee. Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ja. Het is alweer laat en ik moet nog met de meisjes uit. Ja, tot ik ben weer stout. Maar ja, maakt niet uit, het is mijn leven. Het is 2:22, bijna 2:30. Dus ja, eerder dat ik op mijn bed leg, wordt het weer een latertje. Ja,
Maar ja, maakt ook niet uit, want ik heb toch weer last van maag, dus veel slapen zal er wel niet bij komen. Maakt ook allemaal niet uit? Nee. Ik kan er ook niks aan doen, zo is het nou eenmaal. Maar ik heb wel alles weer gedaan wat ik behoor te doen. Ja. Dus dat ben ik weer flink in geweest. Maar voor nu, zeg ik, ook uit de naam van de beestjes, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, God die houdt over ons altijd, altijd, altijd een eeuwig de wacht. Dus daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!